We zijn hier vandaag in Sunparks in Mol bij de 12 kerstverse finalisten van Mr. Gay Belgium 2018. Tijd om ze beter te leren kennen. Ik heb hier naast mij Olivier. Dag Olivier. Dag Jamie. Je mag jezelf eventjes kort voorstellen. Ik ben Olivier, ik ben 24 jaar oud. Ik kom uit het Vlaams-Brabantse Perk. Ik werk als uitzendconsulent bij Randstad. Ik doe mee vooral omdat ik zie dat er nog heel veel discriminatie op de werkvloer is. Wij zelf doen dat niet, omdat wij namelijk iedereen beoordelen op kwaliteiten en niet op hoe dat ze eruit zien of welke geaardheid ze hebben. En daar ben ik ook absoluut voor om in deze wedstrijd voor te strijden. Dat is inderdaad nog wel een probleem dat de mensen de dag van vandaag op hun werk beoordeeld worden op hun geaardheid en niet op hun werkkwaliteiten. Wat vind jij daarvan? Ja, dat klopt. Ik vind het absoluut niet akkoord. Wat ik vooral vind, mensen hebben heel veel kwaliteiten. En soms hebben ze zoiets van, oké, die is homo of die is transseksueel en daarom krijgt hij die kans niet. Maar eigenlijk heeft iedereen wel recht op die kans te krijgen. Omdat soms zijn de kwaliteiten zo goed dat je die persoon misschien de beste job had kunnen geven. En dat je dan iemand slecht gaat zitten, dat hij dan beter zou uitzien, wel helemaal niet oké is. Dat misschien het werk veel slechter gaat doen. Oké, bijvoorbeeld van een stereotyp dat een homo enkel maar goed is als kapper of als danser. Wat vind je daarvan? Nee, absoluut niet. Mits ik zelf homo ben en in een uitzendwereld werk, heb ik nog nooit commentaar gekregen dat ik homo ben. Al mijn uitzendkrachten, die hebben mij super graag. Ik werk er allemaal mee samen, dus geen enkel probleem te vinden. Dus absoluut niet enkel kappers. Oké, dankjewel. We gaan nu een paar andere vragen stellen. Stel je voor, je mag een beroemdheid ontmoeten. Wie zou je willen ontmoeten en wat zou je daaraan vragen? Ik denk Brad Pitt. En te vragen hoe dat hij zijn carrière is geraakt. Want uiteindelijk, iedereen begint klein en eindigt toch wel heel groot. Oké, stel je voor, in een volgend leven reïncarneer je in een dier. Welk dier zou je willen zijn? Een hond, omdat die heel trouw en loyaal kan zijn. Het kan speels zijn, zo ben ik zelf ook. Het uitgaan mag altijd wel tof zijn. Maar als het erop aankomt in een relatie, vind ik dat loyaliteit en trouw zijn toch wel het meest belangrijke is van allemaal. Oké, om af te sluiten, heb je een levensmotto? Behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden, dus discrimineer niemand. Oké, met deze mooie woorden sluiten wij af.